Oh, ik zie hem nog. Haha, de rainbow verder, dames en heren. Daar gaan we. Oh, hey, oh, hey, oh, nee. Ah, man. Oh, we gaan... Nee. Kom op. Oh, man. Dit is the worst case scenario in Animal Crossing. What up Gamer Gang, vandaag is het carnaval, althans in Animal Crossing. We gaan het verantwoord vieren vandaag. En de grote vraag is natuurlijk, hoe de fuck moet je die shit vieren in Animal Crossing? Nou, ik heb werkelijk waar geen idee. Maar we gaan het samen ontdekken, dat is ook wel eens leuk. Hey, ik heb wel zomaar het gevoel dat als je zo'n veertje ziet vliegen, dat we die moeten meenemen. Die gaan we in ieder geval vast even meenemen. Maar ik heb vernomen, we moeten naar het plaza toe. Daar is Paveke. Gelukkig is mijn netje ook gelijk kapot, verdomme. Maar goed, we moeten naar Paveke toe. Die staat op het plaza. Dat is waar je, ja, ze noemen het dorpsplein, I guess. Kijk, deze gang gaan, jongen. Oh, iedereen heeft het al naar hun zin. En het mooiste is, we hebben recentelijk nieuwe emotes gekregen. Dus kijk de boy even gaan. Feeling it. Lekker, man. Kijk hem even gaan. Helemaal uit zijn dakkie. En dan is het event eigenlijk al compleet, dames en heren. Maar moeten we nog gaan beginnen? Nou, kijk hem hier even gaan, Paveke. Wat is er allemaal aan de hand? What the fuck is dit? 1 and 2 and 3 and 4. Let's get it. Your hips. Oké, schijnbaar is hij niet helemaal... Oké, hij is niet down met mij. Hij voelt mijn vibe nog niet helemaal. Kan gebeuren natuurlijk. Paveke. FIFA festivalen. Juist, ja. Vertel maar, hoe werkt het? Ik wil het weten. Zijn jullie ook niet altijd hyped als er weer een nieuw Animal Crossing event is? Ik bedoel, dat is waar we het voor doen, dames en heren. Jawel. The clothes you are wearing, they cry out for help. They cannot handle the festivalen. Please put these clothes in a safe. Oké, dat gaan we regelen dan. Ja. Ik wist het eigenlijk al. Maar we moeten een speciaal carnavalskostuum aan gaan doen natuurlijk. En je hebt een bepaald festivalen setje. Dus we gaan even kijken. Oké, bring 3 feathers of the same color. Oké, cool. Oké, dus we moeten die veren inderdaad gaan brengen van dezelfde kleur. Of rainbow kleuren. Oké. Wat? Ik krijg wel al gewoon een do-it-yourself recipe. Holy shit, welke hebben we gekregen? A secret now, you can use the feathers for whatever your heart desires. Parfait will not mind, but now this. Feathers brought to Parfait will turn into rewards given by Parfait. Oké, dus dan raken we die veertjes wel kwijt. Eens even kijken, want we kregen toch even... Huh, we krijgen een do-it-yourself recipe van de rainbow feather. Oké, ik had iets epischers verwacht. Misschien is dit wel heel episch. Even kijken, hoe ziet hij eruit? Hij ziet er wel oké uit. Mijn facecam zit ook altijd in die hoek. Maar jullie moeten er maar even van uitgaan. Hij ziet er vrij prima uit. Het is een regenboogveer. Goed, wat ik ga doen is, omdat dit ook gelijk een uitlegvideo is, hoe werkt dit event? Ik ga het jullie allemaal laten zien. Je moet dus een festivalen outfitje hebben. En als het goed is, wordt die nog steeds bij de kledingwinkel verkocht. Even kijken. Ja, je ziet hier bijvoorbeeld in de winkelruit al het jurkje. Nou, doe eens een gok. Ik ga niet het jurkje halen. Nee, ik heb de kleding in de afgelopen maand al weten te scoren. Dus we rennen even naar mijn haasie. En daar... Oeh, maar dat is een rainbow feather. Oh, maar ik heb geen netje meer. Oei. Kunnen we die snel maken? We moeten de rainbow feather wel even getten, man. Die rainbow feather is... Daar gaat het allemaal weer om, natuurlijk. Kijk, we kunnen even snel netje bouwen. Brrr. Als je dus heel snel op A blijft drukken als je iets aan het craften bent. Ik heb het wel eens vaker gezegd, dan craft je sneller. Sla die even op, jongens. Goed, en even het betere netje maken. Kom op, we moeten die rainbow verder hebben. Als die niet al... Waarschijnlijk is die al verdwenen, bedenk ik me nu. Is die al verdwenen? Oh, ik zie hem nog. Haha, de rainbow verder, dames en heren. Daar gaan we. Oh, nee. Ah, man. Oh, we gaan... Nee. Kom op. Oh, man. Dit is the worst case scenario in Animal Crossing. Ja. Ah, nice. Oké, we hebben hem toch nog. Gelukkig. Woehoe, a rainbow feather. Moesten we die nou alleen brengen of moest die ook in een setje van 3? Hebben jullie goed opgelet? Ik weet het niet meer. Maar we gaan in ieder geval eerst even de juiste kleren aandoen, zodat Paveke helemaal gelukkig is. Ja, toch, als we dan een feathertje zien gaan, die moeten we niet meer aan ons voorbij laten gaan vandaag. Dus die nemen we gelijk mee, de red feather. No problems. En toevallig zie je rechts van mijn huisje al een festivalen item staan. Je kon ze namelijk ook kopen. Maar ik heb het gevoel dat we nu van al die items de fucking recipes gaan krijgen. Dus dat is eigenlijk nog veel cooler. Oké, ik hoop dat ik die festival items daadwerkelijk had gekocht en in mijn kast heb gelegd. Dat kan natuurlijk ook nog wel even een ding worden om te zoeken. Nou, ik weet, het ziet eruit als een glimmend pakje. We zoeken een glimmend pakje, dames en heren. Even kijken, dit zag er al wel shining. Even kijken. Waar is die, jongens? Waar is die? Oh. Dit ziet er niet goed uit.
Oh, wacht, het was een kostuum trouwens. Het was een kostuum. Kijk, hier is die. De festival kostuum. Kijk, de boy even gaan. En ik weet niet zeker of ik die heb, maar er is in ieder geval ook een accessoires die je op kan doen. En zo te zien heb ik die geskipt. Ik had zoiets van, nee man, ik ga niet ook nog eens... Volgens mij was het een... Ik weet niet meer precies wat het was. Was het nou een soort van... Ah, dit ding is het. Ik heb hem wel. Kijk, hier, kijk. Nou, als we nu niet helemaal festival ready zijn, dan weet ik het ook niet meer, dames en heren. Kijk de boy even gaan. Dit is de wackste outfit die ik ooit heb gedragen in Animal Crossing, maar dat mag de pret niet drukken. Goed, we gaan even kijken wat Paveke nu zegt. Of zullen we gelijk 3 veren meenemen? We nemen gelijk 3 veren mee. We gaan het allemaal doen in deze video vandaag, dames en heren. Eens even kijken. Even kijken, want we hebben er al 2 rode. Dus als we nu nog een rode tegenkomen, is het mooi meegenomen. En ik zeg het je eerlijk, zo'n rainbow verder sla ik ook niet over. Okay. We komen er niet echt veel tegen. Oeh, een groene. Doen we het ook voor, hoor. Kom maar groen. Lekker, man. Even groene veer, joh. Kan mij dat nou schelen, man? Oké, okay, ik heb namelijk het gevoel dat je van alles een keer het gebracht moet hebben. En op die manier krijg je dan de complete itemset. Ik heb vernomen dat er 10 items te getten zijn. Of tenminste 10 recipes voor items. En om nou te zeggen dat ik ze in deze video allemaal ga getten, dat wil ik niet helemaal zeggen. Maar ik ga jullie zeker laten zien hoe dit event werkt. Althans, daar zijn we zelfs al mee bezig. Even kijken. We zoeken dus nu nog 1 rode veer. En dan gaan we eens even kijken wat ons dat gaat brengen, dames en heren. Kijk, daar zien we Kevin ook al met zo'n leuk dingetje in zijn haren. Ja, dit is toch fantastisch. Ik bedoel, die events, dat maakt de game wel echt, hoor, de events. Ook wel vet dat overal die confetti aan het ronddwarrelen is. Oeh, zie ik daar een blauwe en hier een groene. Ja, zo vind je niks en zo vind je er heel veel. Je ziet het al, ik ben heel goed in die dingen vangen. Ik moet altijd even 3 keer slaan voordat ik hem heb, maar dat mag de pret niet drukken, dames en heren. We gaan even kijken, hier deze blauwe. Hoppakee, kom maar mee, hoor. Oké, dus dat wil zeggen dat we nu nog 1 groene of 1 rode nodig hebben voordat we weer naar Paveke gaan lopen. En ik heb dus wel begrepen, je raakt wel alle veren kwijt. En ik zit me nu te bedenken, was dat de enige rainbow verder die we gingen tegenkomen? Moeten we de rest zelf maken? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Vandaar de recipe. Maar goed, even kijken. Hier zie ik even niks ronddwarrelen. Gaan we even naar boven in het eiland. Eens even kijken. Zo, hier een heel bloemenzeetje. Ook geen veer. Verdomme, man. Oi, oi, oi. Nou, gelukkig heb ik een mooi eiland gemaakt. Dus vind ik het helemaal niet erg om daar nog meerdere keren overheen te moeten waggelen. Maar ik zou het wel leuk vinden als we hier dan weer een keer een veertje aantreffen. Zag ik daar nou achter die boom? Nee, ja. Verdikke me. Sneeuwpoppie die half aan het smelten. Oeh, ik zie een blauwe daar beneden. Ja, 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 ja. Maar daar moeten we er volgens mij nog 2 van. We pakken even het laddertje snel. Switchen weer terug naar het netje. Ja, dit zijn die pro-skills. Goddammit. Dit zijn die pro-skills. Hoppakee, weer een veertje in de pocket, een blauwe. Eens even kijken, dames en heren. Want we hebben nu 2, 2, 2. Ja, we hebben van alles hebben we er 2. Dit is helemaal top. Oké. Okay. Het maakt nu dus eigenlijk niet meer uit van welke we er 1 gaan vinden. Tenzij er ook nog andere kleuren zijn. Is ook niet geel nog. Staat me zomaar bij. We gaan even zoeken. Eens even kijken. Hier vind ik ook niks zo snel. Dan gaan we gewoon een rondje maken. Hier zijn we in principe al geweest. Maar die dingen die spawnen natuurlijk na een tijdje weer. Is het dan aan deze kant? Hier hebben we nog niet gelopen. Hé, hey, een paarse. Beginnen we weer helemaal opnieuw. Lekker, man. Hier moeten we er dus nu nog 2 van hebben. Oké. Okay. Nou, goed. In principe prima, want zometeen kunnen we ze allemaal achter elkaar inleveren natuurlijk. Oeh, ik dacht iets te zien vliegen, maar het was gewoon confetti. Het was gewoon confetti. Misschien op het strand dan. Dan gaan we daar eens even kijken. Op het strand. En ik denk, dit is eigenlijk elk event ook al een beetje het ding. Je moet gewoon op zoek gaan naar dit soort itempjes. En het toffe is, dit event duurt de rest van de dag. Dus je kan nog tot 12 uur vanavond dit event spelen. En anders moet je wachten totdat het weer 15 februari is. Dat is natuurlijk ook best wel tof, hè. Dat het echt heel timed is. Dus je moet er echt bij zijn. En anders mis je het. En ik vind het zelf altijd wel top. Waarschijnlijk omdat ik de tijd heb om het niet te missen. Als je het om die reden wel mist, kan ik me inbeelden. Is het een beetje jammer. Hebben we hier een paarse? Hadden we... Nee, daar hadden we er 2 van, toch? Of 3? Is dit nummertje 3? Dit is nummertje 2. Oké. Okay. We gaan weer rustig verder zoeken. Eens even kijken, dames en heren. Zag ik niet? Ja, we hebben hier een rode. Boom! We gaan terug naar Paveke. Oké, okay, nu gaat het gebeuren, dames en heren. Dit is waar je het event voor speelt. De nieuwe recipes. Kunnen we dan die blauwe... Nee, die kunnen we niet overslaan, dames en heren. Sorry, die gaan we ook gelijk even meenemen. Hoppakee. Blue in the pocket. Lekker, hoor. Oké, okay, en dan gaan we nu eens even kijken, als we niet nog een veertje tegenkomen, wat heeft ons Paveke hier allemaal op te zeggen? Daar gaan we. Sowieso, wat gaat hij zeggen van de outfit? Juist, hij vindt het helemaal vet. Tuurlijk heb ik verres. Tuurlijk.
Wat? En zelfs een rainbow feather. Tuurlijk, hier, pak die rainbow feather. Kan mij dat verrotten, joh. Pak, pak, pak. Of krijg je alleen voor de rainbow feathers een recipe? Dat is wel even een interessant puntje aan deze video natuurlijk. Viva Rainbow, kijk hem even gaan. Die dance, shake it, alles jongen. Die papé gaat helemaal wild hier. Lekker man, Viva Festivalen. Eens even kijken en daar zie ik de rainbow feather verdwijnen. This is the spirit of festivalen. You are going to Pavé. Is het festivalen? Waarom is het festivalen? Waarom is het niet gewoon festival? Zoveel vragen. Een festival garland. Maar krijg ik nu gewoon een item? Want ik wil geen item, ik wil recipes. Oké, Pavé keert alleen voor feathers. Prima, ik keer alleen voor recipes, Pavé. Kunnen we dit werken? Even kijken. Kijk, zie jij wel echt specifiek 3 van dezelfde kleur? Dan gaan we eens even kijken, want die hebben we. Die hebben we van blauw. Eens even kijken. Oké, beter gaat hij nu een recipe passen, anders begin ik wel een beetje teleurgesteld te worden. Pavé must dance. Tuurlijk, dans. Dans, Pavéke. Gooi de vibes. Hoppakee. Nou, en het is geworden een recipe. Ik hoop het zo erg. Oké, is pleased. Een festival flag. Oké, we krijgen nog niet echt helemaal wat ik voor ogen had hier. Needs more feathers. Oké. Dan gaan we er gelijk nog eentje geven. Ik had niet verwacht, volgens mij. Je zou toch echt die de recipes moeten krijgen. Dus we gaan even rustig door met het event. Even kijken wat het ons gaat brengen. Want we hebben hier natuurlijk ook nog 3 rode veren. Dus gaan we even kijken wat dat doet. Gaat hij natuurlijk weer dansen. Wat een gedoe met die pavé. Wat een druk te maken, hè. Kom, begin die recipes nou weer te passen, jongen. En fuego. Oké, nou. Zal dit het zijn? Een festive parasol. De boy wordt nog niet heel gelukkig hier, dames en heren. Maar nu zit ik te denken, misschien moeten we alles 1 keer gegeven hebben en dan. Of zoiets. Zal dat het zijn? Kan dat het zijn? We gaan in ieder geval weer op zoek naar veren. En dan nu deze keer wel die van de kleuren die we nog niet hebben. Dus we gaan weer even een rondje maken over het eiland, dames en heren. Ja, dit is rete spannend. Gaat hij de veren vinden? Gaat hij nieuwe recipes krijgen? Het is allemaal de vraag van vandaag natuurlijk. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik vind het gewoon spannend. Het is voor mij ook spannend elke keer zo'n video. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, dames en heren. Jonge, jonge, jonge. Hier zien we nog een recipe liggen, maar die skip ik gewoon zelfs. Ik wil alleen recipes van Pavé hebben vandaag als het kan. Eens even kijken, hier zit ook niks. Niks. Boven dan. Je zou het toch wel zeggen, op die open vlaktes? Moet kunnen, zeg maar. Moet kunnen. Ondertussen zie ik trouwens dat mijn camera, die heeft een soort van problemen met zichzelf. Hij wil niet dat ik lange video's maak, dus dan moet ik af en toe even een knipje doen. En die knip gaat nu komen, dames en heren. Let op, je merkt er niks van. Komt-ie, hè? Het is gewoon niet normaal, zo'n knip. Ik vind dat echt niet normaal, zo'n knip. Ik vind dat gewoon eigenlijk echt niet kunnen, zoiets. Maar goed, hier zijn we. En we zijn nog steeds op zoek naar de veren, want we willen de recipes hebben. En als we de recipes niet gaan krijgen, iemand gaat daar klappen voor krijgen. Ik word niet vrolijk. Ik word geen vrolijke man als ik niet de recipes krijg waar ik... Vanochtend werd ik wakker en dacht ik, oeh, vandaag krijg ik die recipes. Als dat feest niet doorgaat, dan... oh shit, wil Lobo praten? Sorry man, dat ik je skipte, bro. Ik zie zeker al die shit rondvliegen hier. Eens even kijken. Maar die Lobo snapt niet. Ik wil die recipes hier rondvliegen. Snappen ze dat niet dan? Eens even kijken. Hier is ook niks. Ligt het niet gewoon hier op het pleintje? Ook niet. Hé, hey, ik zie daar wel weer een blauwe. Die hebben we in principe al gebracht. Wacht, moeten we anders 2 keer... Krijg je eerst het item en dan als je nu nog een keer 3 blauwe brengt, krijg je een recipe. Dat klinkt als een goede theorie. En daarom gaan we nu de blauwe veren ook weer meepakken. En van die paarse moeten we überhaupt nog even een keertje alles brengen. Ja, dames en heren, lang verhaal kort. We zijn er nog wel even zoet mee. Daar komen we echt net vandaan. Gaan we hier eens even kijken. Daar komen we ook net vandaan. Eens even kijken hoor. Hé, hey, hier nog een blauwe. Kom maar gelijk mee, jongen. We hebben nu nog 1 blauwe nodig. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als je voor de 2e keer 3 blauwe veren kon brengen. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. En ik heb al mijn hoop erop gevestigd ondertussen dat we dan toch echt een recipe gaan krijgen. Hier is echt helemaal niks, hè? Nou, dan pakken we even het laddertje naar beneden. Hartstikke idee. En dan gaan we weer even kijken, jong. Hier, netje in de hand. Festivalkostuumpje nog steeds aan. En op zoek naar de veren, dames en heren. Ja, ja. Eens even kijken. Hier vinden we weer een rode. Die nemen we voor de zekerheid ook mee. Ja, uiteindelijk moet ik dus ook een paar van die rainbow feathers gaan maken. Dus ik denk dat in principe elke veer die je tegenkomt, is een veer die je kan gaan meenemen. Hier is ook niet echt iets going on. Ligt het dan... Hebben we er eigenlijk al eentje op het strand tegengekomen? Volgens mij niet, hè?
Ik weet echt niet of ze ook op het strand terechtkomen, die veren. Hey, ik zie daar in mijn eigen voortuintje een blauwe rondzweven. Dus dan gaan we gelijk erachter komen wat er gebeurt als je die dus nog een keer geeft. En als ik hem überhaupt kan gaan vangen. Ja, ik was er al bang voor. Oei, deze hadden we al helemaal nodig. Een paarse, lekker hoor. Eerst even kijken, die blauwe is volgens mij weg, of niet? Waar is die heen, joh? Oh, en daar nog een paarse? Dang. Als jullie trouwens af en toe het geluid horen waarvan je klinkt, wow, is je huis aan het instorten? Nee, dit is sneeuw van het dak aan het schuiven, ja. Ja. Gebeurt gewoon, dames en heren. Het klinkt echt alsof het helemaal instort hier, maar maak geen zorgen, the boy is safe. Even kijken, want nu hadden we... Oh, ik dacht dat we al drie blauwe hadden, maar we hebben wel drie paarse. Dus die gaan we in ieder geval even brengen en ik heb dan heel erg het gevoel dat we dan nu gewoon weer een item gaan krijgen. Hé, hey, maar dan zie ik wel gelijk een blauwe. Wacht, als we die nou ook gelijk heel eventjes meepakken voordat die weer verdwijnt. Ren er nou niet doorheen, jongen. Lekker pik, we hebben hem. Goed, even kijken. Ik heb al mijn hoop erop gevestigd dat dit is hoe we een recipe gaan krijgen. Dus we gaan dat eerst proberen. Eens even kijken. Welke wil je? We gaan als eerste die blauwe doen, omdat ik echt hoop dat we daarmee een recipe gaan krijgen. Dat zou de theorie moeten zijn. Of krijgen we nu een dubbel item? Ik weet het oprecht niet. Hij gaat weer eerst dansen, allemaal gedoe. Tuurlijk, ga maar lekker wild, jongen. Ga maar lekker wild. Eens even kijken, bomfestivalen, gaat ze weer hoor, jeetje mineetje. Nee, het is wel leuk om te zien dat er zo'n character langskomt en dat hij echt een hele showtje opzet. We krijgen nu gewoon ook een item, dus we krijgen nu gewoon... Misschien moeten we dit een paar keer gedaan hebben totdat we alle items gehad hebben en dan krijgen we pas de recipes. Dat klinkt misschien ook nog best wel logisch. Gaan we gelijk die paarse even geven? Ik moet wel zeggen, als je dit een paar keer gedaan hebt, hoop je wel dat de tekst wat minder lang wordt, maar helaas... Even kijken, dan deze paarse. Even kijken of dit hem is hoor, dames en heren. Ik ben super benieuwd. Een must dance zelfs. Daar voel ik al een recipeetje aankomen hoor. Ik denk het niet. Nee, ik denk dat het weer een item wordt. Maar het is een item set van 10, dus uiteindelijk moeten we alles hebben. Make good and give you the festival stage. Die ziet er sowieso ook vet uit. Ik ga zo meteen sowieso even laten zien hoe die itempjes er überhaupt uitzien. Dat is ook altijd wel leuk. Maar goed, we moeten dus gewoon de hunt continues. En ik denk oprecht dat we pas op het eind de recipe gaan krijgen. Als we al de recipes gaan krijgen. Maar ik dacht dat ik dat wel had gelezen. Ja. Goed, op naar de verenjacht. Ja, het beste zou zijn als we nu snel een rode tegenkomen. Want dan kunnen we gelijk weer terug. En dan gaan we deze laten gaan. Ja, die kunnen we niet schieten van de vier. Dat dacht ik ook niet, jong. Misschien van beneden nog voordat hij over de water gaat. Hij staat echt net helemaal kloot. Oké, nou goed. Ik kan hem missen, dus we gaan rustig door. Eens even kijken. Hier zit geen veertje. Hoezo geen veertje? Hoezo? Hey, een groene. Pakken we die zo? Zo, dat was al de meest illegale die ik gepakt heb. Hebben we er daar dan nu drie van trouwens? Ja, daar hebben we er nu drie van. Dus dan gaan we weer direct terug naar Paffeken. Oh, dat is trouwens hier. Hey, Paffeke, guess what? Motherfucker! Veren! Oké, even checken hoor. Drie van dezelfde. Hij vraagt ook helemaal niet om verschillende kleuren specifiek. Dus dit is volgens mij helemaal goed wat we aan het doen zijn. Eens even kijken. Hoppakee, veertjes erbij. Lekker man. Hey, weet je wat jij moet doen? Gaan ze even lekker dansie doen. Dan gaat hij weer hoor. Lekker man. Ciao, festival. Een festival lamp. Nice. Oké, hoeveel van die items hebben we nu? Ik denk 4 of 5. Eens even kijken. We hebben er nu. We hebben de lamp. We hebben de flag. We hebben de stage. We hebben de garland. En dit is iets anders. Oh nee, dat is de parasol. Dus dat zijn er inderdaad 5 als dit er niet... Oh, en dat is al 6. Oké, dus we moeten dit nog 4 keer herhalen. En dan hoop ik dat we toch echt daadwerkelijk de recipes gaan krijgen. Leuk dat die ballon ook nog even daar links bovenin even voorbij blijven vliegen. Verdomme man. Of ik bedenk me nu ook, wat zou er gebeuren als we nu zo'n rainbow verder geven? Is dat een theorie? Gaan we de theorie proberen van nog een rainbow verder? Oké, daarvoor hebben we sowieso een veer nodig van alles. Dus dan zijn we sowieso nog wel even bezig. We gaan gewoon weer even op verenjacht, dames en heren. Ik moet zeggen, nogmaals, het is geen straf om over dit eiland heen te lopen. Dus waarom ook niet? Gaan we even kijken hoor. Ja, en wie maakt zijn borst alweer nat voor het bunny event? Ja, we mogen weer paasheid zetten lucht schieten. Ha, als dat niet leuk was. Holy shit, dat was een event dat duurde volgens mij ook echt weken. Oh man, iedereen was het helemaal zat. Oeh, ik zie daar op mijn
in mijn voortuintje weer een veertje vliegen. En hier zie ik er eentje vliegen. Ik moet wel zeggen, rood komt wel vaak voor of zo. Dat is denk ik wel de main color. Degene die we het meest gaan zien. Eens even kijken. Hier ook. Hoppakee. Lekker man. Nog een veertje erbij. Top. En dan gaan we weer eens even kijken. Want we hebben er nu sowieso wel weer drie van die. Dus dan gaan we die sowieso ook weer even inleveren. We zijn dus nu twee tactieken aan het proberen. We zijn aan het sparen voor een rainbow verder. En we zijn aan het kijken of als we 10 items gekregen hebben. Of we dan de recipes gaan krijgen. Het is een spannende video, dames en heren. En dit kan dus alleen maar op 15 februari. Kan ik niet vaak genoeg gezegd hebben. Dat maakt het misschien allemaal nog wel extra spannend. Kijk, geef deze drie weer even. Hoppakee. En dan gaan we even kijken. Gaat hij weer even dansen? Gaat hij weer even gek doen? Je kent het wel. En fuego. Lekker hoor. Ik moet wel zeggen, er zijn wel een paar verschillende dansjes. Of tenminste teksten die hij dan zegt. Zeker drie. Dus dat is wel nice. Oké, we krijgen nu een stal. Dus dat is een nummer 7. Dus nu nog 3 items. En dan zouden we in deze theorie, als deze theorie werkt, een recipe moeten krijgen voor die items. Dus dan kan je zelf die dingen maken. En dat is toch wel een beetje ja, waar we naartoe willen werken. Maar dat is gewoon nice, weet je wel. Je kan deze items dus alleen de eerste 2 weken van februari kopen in de Nookwinkel en dan maar 1 per dag. Dus als je ze zelf kan gaan maken, zou dat super chill zijn. Ik voel wel aankomen dat je daar dan die veren voor nodig hebt en die kan je dan weer alleen vandaag krijgen. Dat is dan wel weer even een dingetje. Maar goed. Kijk, dat is natuurlijk ook wat vet, hè. Dat maakt sommige items ook een beetje zeldzaam. Dat niet alles maar gewoon in overvloed op iedereens eiland staat. Kijk, dat was alweer een red verder. Dan kunnen we die gewoon alweer gaan inleveren voor een itempje. En dan hoeven we er daarna nog maar 2, volgens mij. Nee, we hebben er nu 7, dus dit is nummer 8. Nou, dan moeten we nog maar 2. Nice. Eens even kijken of dit het dan is. Oh, sorry, Parfait. Ik dacht dat je een veer was. Ik sloeg hem even op zo. Eens even kijken. Feels very hip. Ja, tuurlijk. Dat zal allemaal wel. Hier, moet je ze allemaal hebben, jongen? Mag je ze allemaal hebben? Kijk, weer 3. Hoppakee, kom maar, jongen. Zal dit het zijn? Parfait must dance. Parfait plays. Parfait swivels en sachets. En fuego. Lekker man. Wat krijgen we? Wat krijgen we? Sowieso het krijgen van die items is ook helemaal niet slecht. Oeh, een festival balloon lamp. Ook best dope. Maar ik denk dat we dus nu nog 2 items überhaupt kunnen krijgen. En daarna moet die toch wel overgaan op recipes. Of krijgen we dan in één keer alle recipes? Ik zou er wel voor zorgen dat ik genoeg ruimte overhoud. En dit zorgt ervoor dat dit een van de... Ja, dit is sowieso de langste Animal Crossing video so far op dit kanaaltje. Als je dat fijn vindt en wat langere video's, drop het zeker even in de comments. En dan zal ik kijken of ik daar wat mee doe. Ik kan niks beloven. Ik kan echt niks beloven. Zie je toch weer die ballon in de achtergrond voorbij schieten? Tuurlijk. Ja, als je dan een keer een ballon niet naar beneden toe haalt, dan zie je hem de hele tijd vliegen. Eens even kijken, want je raadt het nooit. Maar we zijn weer op zoek naar veertjes. Zoals ik al zei, die rode, dat is toch wel de one. Die komen we ontzettend vaak tegen. Eens even kijken, daar hebben we er nu 1 van. We hebben 1 van die paarse en 1 van die groene. En dan gaan we toch eens even kijken, want wat hadden we dan nodig om zo'n veer te maken? Gelijk goed gegokt dat die hier tussen staat. Hebben we er 4 nodig. Voor een rainbow verder missen we nu in principe alleen nog een blauw veertje. Dus als we nu een blauwe tegenkomen, gaan we de rainbow verder tactiek toepassen. Is dat de manier om de recipes te krijgen? Only God knows. En de creators of Animal Crossing weten dit. Super spannend. We gaan het even opzoeken. We gaan het niet opzoeken, ik bedoel. We gaan het even uitzoeken. Kom op, waar is een blauw veertje? Ik wil gewoon een blauw veertje. Even kijken. Oh, hier wel weer een paarse. Die kunnen we dan niet overslaan. Nogmaals, de setjes van 3. Daarvan hoeven we dus nog maar 1 of 2 items. En dan moet die toch echt overgaan op de recipes. Even kijken. Ik moet zeggen, ik vind deze carnaval sowieso toffer dan die in real life. Ja, ik ben in real life niet zo'n carnaval ganger. Dus dan is dit, voor mij is dit meer dan genoeg. Ik hoef al die drukte niet. Dat lauwe bier uit de tap en zo. Nee, dat is aan mij niet besteed, dames en heren. Daar boeien wel alleen quality bieries, toch? Geen carnaval bier voor deze man. Eens even kijken, want die veertjes, dat doen ze toch al. Die delen ze niet uit, zeg maar. Goed, gaan we weer even het laddertje naar beneden gebruiken. Waarom ook niet? Eens even kijken. Helemaal niks, hè? Je ziet die confetti elke keer. Echt, in mijn ogen verandert die confetti gewoon in veren de hele tijd. Het is niet normaal, dit. Even kijken. Oeh, dat is een voet van iemand. Ik dacht een paarse veer te zien. Hé, een groene. Komt u maar mee. Een groene. Lekker hoor.
Nogmaals, we zijn op zoek naar een setje van 3 of een blauwe, zodat we een rainbow verder kunnen gaan maken. En misschien dat dat de way is voor de recipes. Kijk, we hebben nu wel weer 3 paarse, dus we gaan even kijken wat er gebeurt als we die weer inleveren. Maar tot nu toe krijgen we elke keer nog nieuwe items, dus dat is sowieso positief. Even kijken, hier is de hele party helemaal los aan het gaan. Even kijken hoor, do we bring feathers? Tuurlijk bring ik feathers. Parfait, gift them. Sure, here you go. Oké, dan gaat hij weer dansen. We kennen het riedeltje wel. Oh wel, dan moet ik ze eerst nog geven natuurlijk. Ik was iets te enthousiast, dames en heren. Oké. Parfait, so bird, he can do it, spread the word. Ja, maak ze echt, the bird is the word. Ja, gaan we daar echt voor? Oh man, een van de beste Family Guy afleveringen ooit is met the bird is the word. Hey, we krijgen nu het confetti machinetje. Dat is iets waar ik sowieso fan van ben. Die had ik dus al in de Nook Store kunnen kopen. Super vet. Nu moeten we dus 3 rainbow feathers en dan krijgen we de ultimate festival reward. Oh shit. No questions, only feathers, please, voor deze paféken. Goed, dames en heren, deze video duurt echt lang en jullie weten, mijn camera houdt daar helemaal niet van. Dus er komt weer even een knipje aan, maar je merkt er helemaal niks van. Kijk, let op, hè. Alsof er niks veranderd is. Alsof je niet eens hoeft te zeggen dat er een knipje zit. Alleen omdat ik het zeg, zien jullie dat er knipjes er zitten. Eens even kijken, want we zijn dus nog op zoek naar de blauwe veren. Eigenlijk moeten we nu alle veren 3 keer hebben, zodat we 3 keer de rainbow verder kunnen maken en die naar Pavé kunnen brengen. We gaan even kijken of ons dat gaat lukken. Het is best wel jammer dat die shit random is. Ik dacht, ik maak even snel deze video en dan kunnen jullie kijken hoe je dit allemaal moet doen. Maar ondertussen zijn we al ongeveer, denk ik, een klein half uurtje bezig. Moet kunnen. Moet kunnen. Jullie hebben laatst al een video van 1,5 uur van me gehad, dus dit valt nog best mee dan, toch? Even kijken. Ik dacht weer iets te zien zweven, maar het was iemands accessoire. Even kijken hoor. Dan haal ik hier toch even het onkruid eruit. Anders ben ik er helemaal voor niks naartoe gelopen. Dat vind ik ook gewoon kut, weet je. Hey, een blauwe. Nu kunnen we de rainbow verder maken. Maar goed, hij heeft dus al gezegd dat we er nu 3 moeten brengen. Dus we gaan ook gelijk door. Zonder het netje schijnbaar. Dan hoop ik wel dat we gelijk een netje kunnen maken. Anders gaan we die even snel kippen. Even kijken. Zit er craft something? Tuurlijk zit er craft something hier. Netje, lekker man. We moeten altijd dat tweede netje hebben, dat is dan wel weer jammer of zo. Ja, flikker even op, Lobo, ik ben druk, jongen. Oh, hij snapt weer niet dat ik aan het filmen ben, natuurlijk. Kom op, netje erbij, lekker hoor, lekker hoor. En het zou ook kunnen, misschien kan je dan toch geen recipes krijgen of zo, I guess. Ja, Lobo, ik heb even geen tijd voor je pik, even wegwezen nou. Of misschien is zometeen de ultimate reward allemaal recipes. Dus dat zijn een beetje de 2 dingen die ik me op dit moment afvraag. Even kijken. Hier zit weer geen veertje, kom op jongens. Ze delen het echt niet uit. Maar dat is misschien ook wel vet, dat je dit event, je kan dit event er niet even in 10 minuutjes doorheen jassen ofzo. Dat is niet hoe het werkt. Je moet er wel echt even de tijd in steken. En die hebben we. Dus dat is mooi. En dan vind ik het al helemaal nice dat ik jullie gelijk een beetje kan laten zien wat je dus moet doen op dit event. Hoeven jullie dat niet helemaal zelf uit te zoeken, kan je gewoon straight up naar de goal. Get the feathers. Is het dan toch hier af en toe op het strandje ook? Ik zie echt op het strand zie ik helemaal geen veren. Misschien kunnen we het strand wel gewoon echt definitief skippen. Oh shit, ik kan niet tussendoor. Hier wel. Goed, gaan we toch even deze kant weer op. Ook in mijn eigen voortuintje zie ik nu geen veren. Dat was toch wel de hotspot. Lopen we hier even naartoe. Zullen ze gewoon op een pleintje liggen? Dat kan natuurlijk ook gaan, hè. Dat zou zomaar kunnen. Gaan we zo meteen ook weer langs lopen. Hier zie ik nog steeds niks. Ik zie daar weer een rode. Ja, alles moet mee op het moment. Sla ik nou mis? Tuurlijk sla ik mis. Ik sla altijd mis. Ik ben zo slecht in netten. En trouwens ook in het vissen in dit spel. Dat is niet normaal. Oké, we hebben nu al 2 rode. 3 groene. Oké, dus er moet nog 1 rode. 2 paarse. 2 blauwe. Zo uit mijn hoofd. Dat moet te doen zijn. Dat moet te doen zijn. We gaan trouwens binnenkort dit tuintje helemaal aanpassen. Dan laat ik jullie weer even zien hoe ik mijn eigen eiland onder handen neem. Dus blijf dit kanaal volgen als je dat ook zeker niet wilt missen. Hier hebben we dan nog een rode. Die hadden we wel nog nodig. Als ik weer 500 keer missla. Het is zo aardig van het spel dat ze dan niet verdwijnen. Zoals met die sneeuwvlokken. Oké, die hebben we genoeg. We zoeken nu alleen nog paarse en blauwe. En dan gaan we het zien, dames en heren. De ultimate fucking reward van Carnival in Animal Crossing. Ik ben benieuwd. Ondertussen hebben jullie ook wel echt even een goed toertje van mijn eiland gekregen. Dus die hoef ik de komende tijd ook niet te uploaden. Dus 2 vliegen in 1 klap deze video. Niet normaal. Even kijken. Kijk, dit was het stukje dat we elke keer oversloegen. Nu hoeven volgens mij nog maar 1 blauwe en 2 paarse. Dus op zich, het schiet al redelijk op.
Het schiet zeker al redelijk op. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat ik het hele event zou klappen in deze video. Ik denk, ik laat gewoon even zien hoe het een beetje werkt. Lobo, wat is dat toch? Waarom wil je die aandacht vandaag? Hey, komt dat even goed uit? Dat komt heel erg goed uit, als ik hem ook nog eens weet te pakken. Een paarse, eens even kijken, want volgens mij hoeven we dan nu alleen nog... Ah nee, we moeten nog één blauwe, één paarse. Cool, cool. Dat moet te doen zijn. Ik heb wel het gevoel dat we sowieso die andere kleuren eerst nog een paar keer tegen gaan komen. Dat is wel een beetje hoe dit soort games werken. Lobo, jongen. Tenzij Lobo de hele tijd naar me toe rent omdat hij me de veren wil geven, dan ben ik niet heel slim bezig, maar... Zou het? Hey, kijk, nog één paarse. Of nee, nog één blauwe nu. Volgens mij toch? Wat zeg ik nou allemaal? Wat ben ik nou allemaal aan het zeggen, joh? Ja, nog één blauwe hebben we nodig. Nice. Oké, nog één blauwe. Dan die drie rainbow feathers maken. En dan gaan we het zien. De ultimate reward of carnival. Ik ben langzamerhand best wel hyped aan het worden. Eén blauwe veer zijn we nog verwijderd. Ik heb ook altijd het gevoel dat er dan precies achter zo'n plekje kan zitten, weet je wel. Dat is een beetje moeilijk te zien. Eens even kijken. En dan gaan we gewoon weer het hele toertje maken. Lopen we hier langs. Zit hij misschien in mijn eigen voortuin? Dat zou ik helemaal top vinden. Zit hij niet? Oeh, maar ik zag volgens mij wel iets zweven daarachter. Of ben ik hem nou echt ziek hard aan het spacen, dames en heren? Volgens mij probeert het spel me te nakken. Oké, voor de zekerheid neem ik deze ook nog mee. Maar ik dacht iets te zien bewegen achter deze berg. Dus we gaan even kijken of dat inderdaad een blauwe veer was. Nee, het was geen blauwe. Ik zie al, het was zelfs een stukje verderop. Het was helemaal hier een rode. Had ik toch best goed gezien dan. Sniper Boy Tisco. Maar goed, we zoeken dus een blauwe. En nou hebben we alweer een groene en een rode. Nou, dan zullen we nu eerst nog wel een paarse tegenkomen. Of nog een rode. Kan natuurlijk ook. Eens even kijken. Dat nemen we ook gelijk mee. Nogmaals, mochten we recipes krijgen, dan gaan we deze veren nodig hebben. Dus we laten geen veer achter hier. Eens even kijken. Ik zat nog te denken. Zou ik die grap maken van veeras? Heb ik gewoon helemaal geen zin in om dat verband te leggen. Dat laat ik aan jullie over, dames en heren. Goed, we zoeken dus nog één blauwe. En ook dat kistje gaan we aan ons voorbij laten gaan. Kistje, vliegenballon, ding, pakketje. Eens even kijken. Nog een rode, tuurlijk. Tuurlijk. Zal het dan gewoon zo zijn dat op de plek waar we net een blauwe vonden, er nu weer een blauwe ligt? Dat zou wel legendary zijn. Oké, ik durf ondertussen bijna met 100% te concluderen dat ze sowieso niet op het strand komen. Dan gaan we weer eventjes naar boven. Even kijken hoor, dames en heren. Dit is vermoeiend. Zit hij dan hier waar hij net zat? Ook niet, hè? Nee. Tuurlijk, de laatste is altijd het moeilijkste te vinden. Het zal een keertje niet zo zijn. Eens even kijken. Ja, dan gaan we door. Hier ook niks. Oké, dan gaan we hier weer eens een keer naar beneden. En weet je wat, we gaan wel weer eens even kijken op het plaza zelf. Waar Paveke ook wild aan het gaan is. Misschien is het gewoon daar. Dat zou me ook niks verbazen als het gewoon daar is. Even kijken, hier niks. Op zoek naar de blauwe veren. Hey, je moet dus gewoon beginnen te zingen dat je op zoek bent naar blauwe veren. Baboom, daar is die. Nothing on the hand, Flint. Goed, even kijken, want volgens mij hebben we zelfs van rood... Ja, van rood hebben we zelfs drie. Dus wat we gaan doen is, we maken de drie rainbow feathers, die passen we en dan geven we dat setje van drie ook nog. Zodat we 100% zeker weten hoe we aan de recipe zouden moeten kunnen komen als het kan, hè, als het kan. Goed, dan gaan we voor de rainbow feathers, dames en heren. Dit wordt wat, hoor. Eerst even kijken. Let's craft. Oké, dan stond hij hier bij adder. En boom, dat is één. Ze wouden drie. Oké. Go. Meer. Sneller. Hoppakee, dat is twee. Nogmaals, als je A zo brrrt ingedrukt houdt, dan gaat het net iets sneller dat craften. Maar ik moet zeggen, ik had verwacht dat er in de update ondertussen wel geregeld was dat ik nu gewoon kon zeggen dat ik er drie wou. Ik bedoel, dat is best wel... op die manier ben je heel lang bezig met de game. Goed, we hebben de drie rainbow feathers, dames en heren. Hier hebben we langer dan een half uur naartoe gewerkt. Holy shit. Wat zullen we krijgen? Hier, daar gaat gelijk nog een blauwe. Ik kan het gewoon niet laten om hem dan opeens te laten vliegen, weet je wel. Zo je ziet, heb je hem zo meteen nodig, liet je hem vliegen. Is niet anders, weet je. Dus we nemen hem gewoon mee. Gaan we hier even kijken. Paveke, what up, man? Tuurlijk hebben we drie van die rainbow feathers. Wat denk je? Hier, je mag ze hebben. Geen probleem. Oké. Super rainbow. Oké, dames en heren. Volgens mij gaan we nu wild. Hij gaat weer dansen. Ze, hij. Ik weet het niet. Is dit een hij of een zij? Laat weten in de comments. Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik neig toch meer naar een hij. Paveke? Ja, ik weet het niet. Gekke naam, wel. Wat gaat hij gewoon nog een keer dansen? Hé, man.
Wat is dit allemaal dan? Gaat hij 3 keer dansen? Dat vind ik dan wel. Ik heb 3 veren gepaard. Als je nu niet nog een keer gaat dansen, een paar weken. Oké, hij gaat niet nog een keer dansen. De fake gives you the festival float. What the fuck is the festival float? Oké, it's a beauty that does not rival pas even. Oké. Oké, dus als we nu meer van dezelfde rewards willen, moeten we die veren blijven geven. Wacht, we gaan dan heel even kijken wat er gebeurt als we dat setje van 3 geven. Eens even kijken. Super spannend dit. Maar misschien kan je toch geen recipes krijgen. Ik was er heilig van overtuigd dat je recipes kon krijgen, maar... misschien ook niet. Of nu. Zal het hem dan toch gelukt zijn? Of zie ik iets over het hoofd? Nou, ik krijg gewoon nog een keer een confetti machine. Goed, schijnbaar kan je hier alleen maar de festival item sets krijgen. Ik dacht oprecht dat we recipes gingen krijgen. Maar misschien krijg we hebben ook een recipe gekregen, die van de Rainbow Feather, of course. Maar ik zal jullie niet zomaar weer loslaten. Nee, dames en heren. We willen natuurlijk best wel even zien, wat heeft Pavé dan gegeven? Dus ik loop even naar een wat groter gedeelte van mijn eiland en dan gaan we dat ook nog even bekijken. En holy shit, dit is de langste Animal Crossing video die ik ooit heb gemaakt. En ik vond het eigenlijk best wel leuk. Laat ook zeker weten of je wil dat ik dit doe met alle events die komen in Animal Crossing. Want dan zal ik zeker eens even kijken wat ik kan doen. En dit item had ik toevallig al, maar dit is wel echt een van de vetste. Die confetti machine. En dan even kijken, want ze had het over een festival float of zo. Dit ding? What the fuck? Nee joh, dit is wel... Wow, oké, dit is een gruwel. Wat? En dat kan nog aan ook. Nee joh. Holy fucking shit. Oké, dit is een zeer gruwelijk item, dames en heren. Dit was zeker de moeite waard. We hebben ook nog een balloon lamp. Die ziet er ook best gruwelijk uit. We hebben nog een confetti machine. In een andere kleur, ook best vet. Oh, dat is het. Je kan de items natuurlijk customizen met je veren. Ah, dat is het. Oh, wat? Dit ziet er ook keihard uit. Oké, je hebt dus best wel veel keiharde items. Jullie hebben net gezien in deze video hoe je die items kan krijgen. En zo te zien is het allemaal de moeite waard. Dames en heren, ik wil jullie weer bedanken voor je tijd. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Later.